14 maart 2023, Frits Mulders vertelt, deel 2. Frits was vanaf 1980 tot 2012 psychiater, Dennenoord, GGZ Groningen en Lentes. Vanaf circa 1995 was hij hoofdopleider psychiatrie. Frits medicatie, vanaf de jaren 50, de komst van psychofarmaca, wordt wel gezien als een revolutie in de psychiatrie. Hoe kijk jij tegen die psychiatrische breinmedicatie aan? Ja, je hebt gelijk dat het in zekere zin een revolutie was in de psychiatrie. Kijk, voor. Er zijn natuurlijk altijd wel psychofarmaca geweest, maar dat waren meer paardenmiddelen. Hè? Je had morfine, je had de barbituraten, middels chloralhydraat. Dat waren middelen die mensen suf maakten. Maar niet specifiek aangrepen op de psychiatrische stoornis. Je had wel bijvoorbeeld een middel als lithium. Dat was ook op een gegeven moment toch wel. Ook in de jaren 50 is dat naar voren gekomen bij de behandeling van mensen met manisch-depressieve stoornis. Bipolair zeg maar tegenwoordig. Maar vanaf de jaren 50 werd het middel. Largactil ontdekt. Dat was eigenlijk een toevalsbevinding. Maar dat was bleek een buitengewoon krachtig middel te zijn tegen psychose. Tegelijkertijd moet je dan ook weer zeggen dat er natuurlijk ook wel weer aardig wat bijwerkingen bijkwamen bij dat middel. In de zin van Parkinson-achtige verschijnselen en nog andere. Maar goed, die werden dan maar voor lief genomen, omdat de antipsychotische werking daar toch wel spectaculair was. Waardoor een heleboel mensen met chronische psychose toch op een andere manier konden gaan leven. Dus niet meer in een instituut, maar ook daarbuiten. Dus wat was er anders aan die Largactil dan die paardenmiddelen? Nou, het werkte directer op de psychose. Terwijl die paardenmiddelen meer een algehele versuffing veroorzaakten. Maar goed, kijk, we hadden ook wel, dat was ik nog vergeten te zeggen, de elektroshock. Waarbij wij patiënten een epileptisch insult opwekt. Ook dat werd dus gebruikt bij mensen met depressie, maar ook bij psychose. En zelfs moet je erbij zeggen dat het ook vaak, of nog wel eens werd gebruikt als een strafexercitie, hè, bij patiënten. Dat is, je durft het tegenwoordig nauwelijks meer te zeggen, maar toch gebeurde dat. Heropvoeding. Ja. Nou, mensen die storend gedrag vertonen, dat die dan een elektroshock kregen. Je ziet dat ook nog in die film, hè, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Dat is eigenlijk een ondoordacht gebruik en misschien in sommige opzichten ook een onethisch gebruik van de elektroshock. Daarnaast waren er trouwens ook andere vormen van shocks, de insulineshock. Op die manier probeerde men dan mensen uit een depressie te krijgen of bij een ernstige psychose om die te doorbreken als het ware. Maar goed, de elektroshock die is daardoor ook wel in een kwaad daglicht komen te staan. Voor een belangrijk deel ten onrechte, omdat als je het toepast bij een wel omschreven doelgroep, mensen met ernstige depressies, kan het uitstekend werken. Is het als alle andere middelen niet meer werken, dan kan een elektroshock nog voor een doorbraak zorgen. Maar dan moet je dus echt het gebruiken als een middel met heel specifiek
bij bepaalde psychiatrische stoornissen toegepast kan worden. En in die zin wordt het nog steeds gebruikt. Ik heb ook patiënten meegemaakt waar je met de gebruikelijke medicatie niet uitkomt en ernstig depressief blijven en suïcidaal. En met elektroshock echt geweldig opknappen. Dat is het helemaal over. Ik bedoel dan, die depressie, dat is wonderbaarlijk om te zien. Ook trouwens ook met medicatie. Als medicatie goed aanslaat, dan is het een wonder dat iemand uit zijn depressie komt. Ook voor de patiënt zelf. Hè, van, goh, ik ben weer helemaal... Het is allemaal weer goed. Blijft natuurlijk wel het probleem dat als het gaat om depressies, dat depressie is toch in vele opzichten een chronische aandoening. Als je één keer een depressie hebt gehad, is de kans dat je een tweede krijgt 50%. Dus dat is geen reden om meteen te juichen. Maar, ten aanzien van de effectiviteit van op langere termijn van medicatie en van de elektroshock. Maar goed, in de jaren 50 kwam dus dat middel Nargactil. En niet veel later het eerste middel tegen depressies, imipramine. Dat zorgt er ook wel voor een doorbraak in de behandeling van mensen met ernstige depressies. En dat zijn, ook zo min als imipramine, middelen die toch behoorlijk effectief leken bij ernstige depressies. En wat dat betreft is het misschien nog ook goed te zeggen dat, hoewel je toch altijd heel erg moet uitkijken voor bijwerkingen, de effectiviteit niet onderdoet voor de effectiviteit van middelen in de somatische geneeskunde, bijvoorbeeld in de cardiologie of in de interne geneeskunde, dan steken de psychofarmaca wat dat betreft zeer gunstig af tegen de effectiviteit van die middelen in de cardiologie en in de interne geneeskunde. In de beeldvorming kom je dat niet tegen? Nee, maar toch is dat zo. Dat goed onderzoek blijkt dat zo heet dat dan, het number needed to treat. Kijk, het aantal patiënten dat je moet bijvoorbeeld met een antidepressivum moet behandelen, wil er één daar effect bij sorteren. Dan is dat die number needed to treat bij antidepressiva is bijvoorbeeld 8 of 9. Dus je moet 9 patiënten behandelen, wil er 1 uit de depressie komen. Terwijl dat bij cardiologie medicatie of bijvoorbeeld 20 is. Dus het steekt gunstig af. Maar ja, je moet wel goed in de gaten houden van het bijwerkingenprofiel. En ik moet erbij zeggen dat heel vaak onderschat is in de psychiatrie. Dat die bijwerkingen, niet alleen op korte termijn, vooral zo'n middel als Nargactil, die zware antipsychotische medicatie, niet alleen de bijwerkingen op korte termijn, zoals Parkinsonisme, maar ook op lange termijn. Tardieve dyskinesie bijvoorbeeld kunt zien bij mensen. Trillingen krijgen in hun handen en vingers of andere vormen van bewegingsstoornissen. Dat zijn van die bijwerkingen, nawerkingen die te lang niet onderkend zijn. Ze waren wel bekend, maar men doet dan voorkomen alsof dat weinig voorkomt. Goed, het heeft dus, wat ik al zei, van introductie van die psychofarmaca, dus de antipsychotica en de antidepressiva, heeft voor een doorbraak gezorgd. Dat er een heleboel patiënten daar echt profijt van hebben gehad. Alleen het probleem blijft dat we niet weten hoe die middelen nou eigenlijk werken.
nog ten aanzien van de antipsychotica, nog ten aanzien van de antidepressiva. Men weet het gewoon niet. Er zijn wel hypotheses over dat het te maken heeft met neurotransmitters. Daar heeft het waarschijnlijk ook mee te maken, maar hoe dat werkt, geen idee. Dat is, tot op de dag van vandaag weten ze dat gewoon niet. Wat we wel vrij goed weten, is de werkingsmechanisme van de bijwerkingen. Dat weten we wel heel goed. Ook dat is voorspelbaar. En ook fysiologisch en chemisch is dat veel goed na te vertellen waar die bijwerkingen vandaan komen. Dus dat weten we vrij goed. Maar de werking op zich, waarom, hoe kan het dat iemand uit een depressie komt, of dat die psychose verdwijnt, hoe dat ook chemisch werkt, geen idee. Bij elektroshock weten we dat ook niet, hoe dat werkt. Ja, ik heb een soort resetting van de hersenen of van de mind. Ja, zeg het maar. Maar we weten het niet. Wat missen we dan daarin? Hoe kan dat? Nou ja, het is ongelooflijk ingewikkeld. En dan heb je met de hersenwetenschappen te maken die wat dat betreft ook hun best doen om te achterhalen. Waar nou precies de oorzaak zit van een psychiatrische stoornis. Maar de vraag alleen naar waar zit de oorzaak, hè? Dan zit je eigenlijk al mis. Want het gaat niet om één oorzaak, maar om een samenspel van allerlei factoren die samenwerking op biologisch, psychologisch en sociaal vlak, die maken dat iemand op een gegeven moment in de problemen komt. De hersenen spelen daar maar een rol in, onmiskenbaar. De hersenen hebben daarin een noodzakelijke voorwaarde, als het ware, maar niet dat de oorzaak in de hersenen zou zitten. Dat zou ik dat niet zeggen. Terwijl dat wel vaak zo gedacht wordt, ook door hersenwetenschappers. Men is daar altijd erg optimistisch over geweest. Vanaf de jaren 80 werd er gesproken over de decade of the brain. Het woord decade zegt het al. Binnen 10 jaar zullen we dan wel een doorbraak kunnen verwachten op het gebied van de hersenwetenschap. Maar dat is dat de decade werd steeds opgeschoven. Die doorbraak kwam niet. En nog steeds niet. En dat heeft ook naar mijn idee te maken met de wat naïeve manier waarop je tegen de hersenen wordt aangekeken. Kijk, in de jaren, eind jaren 90 hadden we in Amerika was er een hele belangrijke psychiater, Nancy Andreessen, een vrouw. Groot onderzoeker. Veel publicaties. Maar toen op een gegeven moment zich met hersenen ging bezighouden, kwam in haar redenatie iets naïefs naar voren. In mijn opvatting. Ik herinner me nog heel goed een publicatie van haar in 1999 in Science. Waarin ze stelde dat de psychopathologie, dus de leer van de pathologische ziekelijke verschijnselen in de psychiatrie, dat de psychopathologie wetenschappelijk was geworden. Nou, als iemand dat zoiets zegt, dan ga ik rechtop zitten in mijn stoel van, oh ja, hoezo dan? Nou, we kunnen dus nu in de hersenen kijken. Met beeldvormende technieken kunnen we zien wat er gebeurt in de hersenen bij iemand die bijvoorbeeld depressief is. En haar redenatie was dan als volgt. Als iemand nare ervaringen meemaakt, die worden opgeslagen in de amygdala, dat is een bepaald gedeelte van de hersenen. En onder bepaalde omstandigheden, ongunstige omstandigheden, gaan die amygdala vuren stimuli uitsturen naar de frontale hersenen en dan wordt iemand depressief. Want dat kan je zien op de hersenscan, die frontale hersenen,
die functioneren dan niet goed meer. Die zijn inactief geworden als het ware. En volgens haar was dan dat dan, hadden we nu de oorzaak van de depressie te pakken. Hypofrontaliteit, hè, dus de frontale hersenen, die functioneren minder. Maar als je goed ernaar kijkt, naar die hele redenering, dan klopt helemaal niks van. Want wat doen die hersenen? Die doen eigenlijk niks anders dan het gedrag van de patiënt weerspiegelen. Dat die frontale hersenen niet goed functioneert, dat kan je ook aan de patiënt zelf zien. Namelijk, hij is inactief geworden, hij komt tot niks meer, hij kan niet meer plannen, hij kan niet meer genieten. En dat zie je dus weerspiegeld op het niveau van de hersenen, namelijk dat die frontale hersenen niet goed meer functioneren. Maar dat is geen oorzaak, het is alleen maar een weerspiegeling van het gedrag van de patiënt. En dat is de denkfout die gemaakt wordt, want dat we op die manier naar de hersenen moeten gaan kijken. Het is vele malen ingewikkelder. En de hersenen vormen wat dat betreft alleen maar een onderdeeltje in de keten tussen het lichaam, het lijf, de persoon van iemand en de omgeving. En vaak ligt er aan die hersenwetenschappen een foutieve redenering ten grondslag. Alsof zo iemand als Swaap, die zegt, ja, de hersenen die denken, de hersenen die voelen, de hersenen hebben geheugen, de hersenen die willen. Nou, daar klopt helemaal niks van. Hersenen kunnen helemaal niet denken. Die kunnen het niet voelen. Hersenen hebben geen geheugen. Dat soort termen, dat soort begrippen, denken, voelen, willen, geheugen, hebben alleen maar betrekking op de mens als geheel. In een context. Dan hebben die begrippen zoals denken en voelen betekenis. Als je wil weten wat denken is, moet je niet naar de hersenen gaan kijken, maar dan moet je in een woordenboek gaan kijken. En dan zie je dat het begrip denken 50 verschillende betekenissen heeft. En zou dat allemaal in de hersenen te zien zijn in een bepaald plekje? Nee, natuurlijk niet. Maar zo wordt er wel vaak gedacht. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van de werking van psychofarmaca. Ik zei al, het enige wat we weten, wat we met een zekere mate van zekerheid weten, is dat hoe de bijwerkingen, hoe dat precies werkt. Maar de werking niet. Er zijn wel hypothesen, bijvoorbeeld ten aanzien van middelen als Prozac, noem maar even een voorbeeld. Daar wordt van gezegd, van ja, daarbij gaat het om het op niveau brengen van het serotoninegehalte in een bepaald gedeelte van de hersenen. Want bij mensen die depressief zijn, is dat serotoninegehalte te laag. En als je dan een middel als Prozac geeft, bij iemand die depressief is, dan wordt dat serotoninegehalte in de hersenen weer opgevoerd en dan wordt iemand weer beter. Dus de oorzaak van die depressie is een tekort aan serotonine. Hè? Ja. Dat is de redenatie. Ja. Nou, dat is een valse manier van redeneren. Een foute manier van redeneren. Dezelfde redenatie kan je ophangen als er ergens brand uitbreekt. Dan rukt de brandweer uit en die gaat dan met een waterslang de brand blussen. Maar is het dan zo dat de oorzaak van de brand een tekort aan water is? Nee, dat heeft andere oorzaken. Kijk, als je koorts met aspirine bestrijdt en de koorts zakt, is dan de oorzaak van de koorts een tekort aan aspirine in het lijf? Nee. Nou, om dat soort redeneringen gaat het. Het zijn hypotheses. En verder komen we er niet mee. Onlangs, nog even ten aanzien van die hersenen. De ziekte van Alzheimer, dat is ook weer zo wat. Die bestaat gewoon niet. Wordt het zo voorgesteld alsof dat een hele duidelijke omschreven afwijking in de hersenen zou zijn. Dat is niet zo.
het zou gaan om eiwitophopingen en andere vormen, afwijkingen. Maar dementie is ook weer een buitengewoon complexe aandoening. En veroudering speelt daar zeer waarschijnlijk een doorslaggevende rol in. Net zoals je huid, naarmate je ouder wordt, gaat verschrompelen, kunnen ook de hersenen wat gaan verschrompelen, om het zomaar simpel te zeggen. En als je een hersenscan van iemand maakt die met dementie, is het niet zo dat die hersenen dan meteen, dat er van alles te zien valt. Helemaal niet. Sommige mensen die dement zijn, zie je aan de hersenen helemaal niks. En ook omgekeerd, mensen die helemaal geen verschijnselen hebben van dementie, als je daar een hersenscan van maakt, blijkt er van alles mis te zijn. Maar ze zijn niet dement. Kortom, er is geen één-op-één relatie. Ook niet met die hersenen. Met die hersenscans. Dus wil je de diagnose dementie stellen, doe je dat op klinische gronden. Op grond van symptomen. Niet op grond van een hersenscan. En dat brengt me dus op tot de uitspraak dat die hersenwetenschappen tot nu toe in theoretisch en praktisch opzicht vrijwel niets hebben opgeleverd. Ik zeg het wel een beetje gechargeerd, maar zo kan ik het wel stellen. Het heeft vrijwel niks opgeleverd. Maar wat het wel oplevert, is dat het klinisch denken verarmt. We zien dat bijvoorbeeld ook bij... als je kijkt in de geschiedenis van de psychiatrie. Grote namen op het gebied van het grensgebied van neurologie en psychiatrie. Iemand als Kurt Goldstein heeft in 1936 een boek geschreven, De afbouw des organismus, waarin hij een theorie aanhangt over de functioneren van de hersenen. Hersenen functioneren altijd als een geheel. En als er een stoornis optreedt, probeert de hersenen altijd op de een of andere manier dat geheel weer op te zoeken. Met andere woorden, je kan de hersenen niet in stukjes knippen van daaruit oorzaken gaan zoeken naar van psychiatrische stoornissen. Je moet de hersenen altijd als een geheel beschouwen in relatie tot de omgeving. Nou, Goldstein schreef er een dik boek over, waaruit blijkt dat het een hele goede klinicus was. Goed kan waarnemen, goed onderzoek doen. En er goed over nadenken van hoe is nou precies die relatie tussen de psychiatrische of neurologische symptomen en wat er in de hersenen gebeurt. En hij had geen hersenscans tot zijn beschikking. Die bestonden toen nog niet. Het enige wat hij tot zijn beschikking had, was autopsie. Dus hij had heel veel materiaal van overleden soldaten die hersenbeschadigd waren uit de Eerste Wereldoorlog. Daar werd dan sectie op verricht, autopsie. De hersenen werden dan bekeken. Dus hij kon dan terugredenerend zeggen van nou, het zal die en die verschijnselen en die vertonen dan een samenhang met de afwijkingen die we bij een autopsie vinden. Maar meer had hij niet. Alleen hij had een scherp verstand en hij kon goed klinisch redeneren. Wat je tegenwoordig ziet is het tegenovergestelde. We hebben tegenwoordig zeer geavanceerde hersenscans die tot op moleculair niveau kunnen kijken wat er in de hersenen gebeurt. Daar kun je prachtige plaatjes van maken. Alleen het klinisch redeneren is achteruit gegaan. Dat is wat mij opvalt. Een vorm van naïviteit, van één op één denken. Van dit is een symptoom, dus dan zal het wel in de hersenen zitten. En daar zit het dan. Nou, zo werkt het niet. En iemand die dat goed doorheeft, die problematiek is Oliver Sacks.
Dat is een neuroloog die het wereldberoemd is geworden met een aantal boeken over mensen met hersenaandoeningen. En hij, wat hij zegt, dat is echt uit het hart gegrepen. Hij zegt wat neurologen nodig hebben om iets van de hersenen te snappen, is een goede theorie over de menselijke persoonlijkheid. Nou, dat verwacht je nou totaal niet van een neuroloog, maar hij heeft natuurlijk volkomen gelijk. De koninklijke weg naar de hersenen loopt via de psychologie. Je moet namelijk eerst weten wat voor gedrag vertoont iemand en wat is de stoornis in het gedrag en wat is daar kenmerkend van. En dan pas kan je naar de hersenen gaan kijken. Van wat zijn er bepaalde correlaties, bepaalde verbanden. Maar je moet eerst het gedrag en de beleving van de patiënten goed beschrijven. En dat is nou juist het probleem, want dat kunnen we eigenlijk nog niet goed. Dat blijft een steen des aanstoots, dat we dat niet goed in de vingers hebben. En dan komt dan komt de fenomenologie om de hoek kijken. Dat is een wat ingewikkeld woord, fenomenologie. Dat wil zeggen, dat is een wijsgerige stroming uit de 20e eeuw. Die begon rond 1900 met de filosoof Edmund Husserl. De fenomenologie wil zeggen dat de filosoof kijkt naar de verschijnselen. En dat verschijnsel kan zijn een gedrag van iemand, het kan zijn het bewustzijn van iemand, dat kan zijn de wereld, wat dan ook. De verschijnselen, daar kijken we naar. En die proberen we zo goed mogelijk te beschrijven. Terug naar de zaken zelf, zei Husserl. Nou, die benaderingswijze die werd al heel vroeg overgenomen door een zeer vooraanstaande psychiater in dat tijd, Carl Jaspers. Die in 1913 zijn uiterst belangrijke boek schreef, Allgemeine Psychopathologie. En daarin gebruikte hij die inzichten vanuit de fenomenologie, paste hij toe in de psychiatrie. Want ook daar gaat het om de vraag van hoe beschrijf je nou eigenlijk de symptomen van patiënten? Wat is een waan? Wat is een depressie? Wat is een manie? Nou, dat moet je dus goed beschrijven. En hoe kom je nou aan een goede beschrijving? Dat is namelijk heel goed luisteren naar patiënten. Wat hebben ze nou eigenlijk te vertellen? En dat is iets wat Jaspers natuurlijk in dat tijd heel erg benadrukte. De psychiatrie als wetenschap is ongelooflijk schatplichtig aan wat patiënten ons vertellen. Hun belevingen. Hun introspectieve vermogens. Ze moeten als het ware ook natuurlijk in zichzelf kijken. Ja, wat is nou, wat stemmen horen? Wat hoor ik nou eigenlijk precies? Wat zeggen die stemmen? Dat kan een patiënt, dat kunnen we alleen maar te weten komen als we een goede relatie met een patiënt hebben. En als we goed luisteren naar wat ze ons te vertellen hebben. Daar ligt dus de basis van de psychiatrie als wetenschap. Als wij het hebben over bepaalde stoornissen in de psychiatrie, schizofrenie, manisch-depressieve psychose, maar wat, dan zijn dat begripsconstructies die allemaal ontstaan zijn, afgeleid zijn, uit verhalen van patiënten. En de vraag is nu steeds, ook heden ten dagen, die begripsmatige constructies die wij gemaakt hebben, kloppen die nog wel met de verhalen van patiënten? Of is het zo dat die patiënten ook andere belevingen, andere ervaringen hebben, waar we in onze begripsmatige constructies geen rekening hebben gehouden? Nou, de fenomenologie wil dus zeggen in de psychiatrie weer goed luisteren naar de verhalen van patiënten. Wat vertellen ze ons over hun belevingen, als ze depressief zijn of als ze psychotisch zijn. Wat beleven ze dan precies? En klopt dat nog wel met wat wij er uiteindelijk van maken? Dus de psychiatrie zit wat betreft raar in elkaar. Als je dat vergelijkt met de somatische geneeskunde. Kijk, als iemand pijn op zijn borst heeft, met uitstraling naar de linkerarm,
dan denk je als dokter meteen van, oh, die patiënt heeft waarschijnlijk iets aan zijn hart. De kransslagader die zal waarschijnlijk te nauw zijn, of als die pijn aanhoudt, en echt, dan kan het waarschijnlijk wel sprake zijn van een hartinfarct. Dus met andere woorden, die klachten van de patiënt worden symptomen en die worden in verband gebracht met een bepaald orgaan. En je kan dat vervolgens, als je wil weten of het inderdaad een hartinfarct is, kan je onderzoek doen. Je kan bloedonderzoek doen, je kan eventueel ook röntgenfoto's maken van het hart. Of je kan met een contrastmiddel in die hartvaten spuiten en daar foto's van maken om te zien of die kransslagader vernauwd is. Dus die klachten van die patiënt worden op een gegeven moment worden vertaald in stoornissen in een orgaan. En dat orgaan, dat kan je onderzoeken en je kan dan zichtbaar maken wat er aan de hand is. Nou, dat is de pathologische anatomie. Als iemand last van zijn maag heeft, maagpijn en eten niet meer verdraagt, kan er sprake zijn van een maagsfeer. Dan zit er dus iets in de maag niet goed. En die maag kan je ook weer zichtbaar maken, ook een röntgenfoto met bariumpap, dat er inderdaad sprake is van een zweer. En als het heel erg is, kan je dat stukje maag waar die zweer in zit, kan je er verwijderen en dan is de patiënt weer genezen, tussen aanhalingstekens, want hij is al een stuk maag kwijt. Maar zo wordt er in de somatische geneeskunde gedacht. Hè? De oorzaak van de stoornis zit ergens in een orgaan. Nou, zo denken we in de psychiatrie ook, of zouden we het liefst ook zo willen denken, alleen dat lukt niet. We zijn niet in staat om, als iemand depressief is, om dat als het ware hard te maken met lichamelijk onderzoek. Van, oh ja, kijk, als we nu bloedonderzoek doen, dan blijkt er ook zonneklaar uit dat dat klopt met dat we vinden dat die patiënt depressief is. Een soort gouden standaard. Nou, die is er niet in de psychiatrie. Natuurlijk is het wel zo, dat als iemand depressief is, dat je dan wel vaak ook somatisch onderzoek doet, lichamelijk onderzoek, om te kijken of er ook lichamelijke factoren zijn die samen kunnen hangen met dat ontstaan van die depressie. Als iemand schildklier niet goed werkt, of als iemand een vitamine B12 tekort heeft, kan dat te maken hebben ook met die depressie. Niet volledig dekkend, maar dat kan er wel een oorzaak, een medeoorzaak van zijn. Dus dat zoek je wel uit. Maar een gouden standaard in de zin van dat we de klachten van de patiënt, de psychische klachten, kunnen vertalen naar een afwijking in een orgaan, komt vrijwel niet voor. Ook weer natuurlijk, er zijn natuurlijk ook weer uitzonderingen. Kijk, als iemand aan het ijlen is, bijvoorbeeld na een operatie, dat iemand ineens allerlei kleine beestjes ziet of ontzettend angstig wordt, dan is er sprake van een delier, een vorm van ijlen. Dat heeft altijd een lichamelijke oorzaak. En dan moet je dus kijken wat er aan de hand is. Het kan sprake zijn van een infectie, van een hoge koorts of stoornissen in de elektrolietstofwisseling, wat dan ook. Dan is er sprake van een lichamelijke oorzaak. Maar het grootste deel van de gevallen is zo'n lichamelijke oorzaak niet te achterhalen. Als iemand ineens een psychose krijgt, kan je niet met een vinger aanwijzen van daar zit de stoornis dan. Er zijn natuurlijk wel factoren die daar mede een rol in spelen. Bijvoorbeeld als iemand drugs gebruikt, kan dat een factor zijn. Zeker. Maar waar het mij om gaat is dat verschil met somatische geneeskunde. Als de interne geneeskunde nog op het niveau zou staan van waar op het ogenblik de psychiatrie functioneert, dus als beginnende wetenschap, dan zou je dus bij iemand met pijn op de borst, uitstraling naar de linkerarm, moeten zeggen, die heeft een pijnborststoornis. Of een borstpijnstoornis, moet ik eigenlijk zeggen. Een borstpijnstoornis. Geen idee waar het verder mee te maken heeft, maar heeft een borstpijnstoornis.
Ja, is dat? Ja, dank je. Dus dat. Dus als iemand bij de psychiater komt en die zegt, ja, ik heb het af en toe, ben ik zomaar ineens ontzettend angstig. En dan wordt dan verder uitgevraagd door de psychiater. En die zegt dan op een gegeven moment, ja, het is mij duidelijk, u heeft een angststoornis. Ja. Nou, dus de patiënt kan zeggen, ja, dat wist ik al. Nou komt er natuurlijk wel wat meer bij kijken, maar... Maar de redenatie is van dat je van klacht naar stoornis, die afstand is niet zo groot. Alleen we geven er als psychiater een ander woord aan. Zoals, ja, het is paniekstoornis of het is een agorafobie of zo. Omdat erg angstig wordt als je een plein moet oversteken. Nou, dat is een mooi woord, agorafobie. Agorafobie. Maar daar moet je het dan mee doen met een ingewikkeld woord. Schizofrenie is ook een ingewikkeld woord. Maar doet het nog wel recht aan wat mensen beleven? Nee, zegt een psychiater, hoogleraar in Utrecht, Jim van Os bijvoorbeeld. Nee, dat doet geen recht aan patiënten. 1. Schizofrenie zegt helemaal niks. Het is een vage term waarmee je eigenlijk ook niet eens onderzoek kunt doen. Omdat de validiteit van het begrip te laag is. 2. Het is stigmatiserend. Als je als jonge student een keer een psychotische episode hebt meegemaakt en de psychiater zegt tegen je, nou ja, het zou schizofrenie kunnen zijn. Hallo, dat is me nogal een diagnose die je binnenkomt. Dus dat zijn allerlei redenen om dat... dat begrip te vervangen door iets beters. Want kijk, psychotische verschijnselen komen ook bij andere psychiatrische problemen voor. Niet alleen bij schizofrenie. Dus Jim van Os die zegt van ja, dat begrip schizofrenie, dat kunnen we beter vervangen door het begrip Salience-syndroom. En dat, wat bedoelt hij daarmee? Dat mensen die... psychotisch worden, helemaal gefixeerd kunnen raken door iets wat in de buitenwereld gebeurt en wat ze op zichzelf betrekken. Bijvoorbeeld de knipperlichten van auto's, die zeggen iets over mij. Die hebben een boodschap voor mij. Van er staat iets te gebeuren. Of de mensen op straat die kijken allemaal naar mij en die bedreigen mij. Dus dat iets in de buitenwereld waar je normaal aan voorbij zou gaan, krijgt ineens een enorme betekenis. Wordt als het ware ineens eruit gelicht. Krijgt een opvallende waarde. Nou, dat is het begrip salience in het Engels. Dus je kan dan beter mensen die... dat soort verschijnselen hebben, zeg van dat is een Salience-syndroom. Nou, dan doe je dus meer recht aan wat patiënten beleven. En je bent dat nare begrip schizofrenie kwijt. Dus om het weer even anders te zeggen, je kijkt dus op een fenomenologische wijze naar de klachten, naar de verhalen van patiënten. En die vertellen je iets anders. Hele andere belevingen die niet dekkend zijn met behulp van het begrip schizofrenie. Dat dekt de lading niet. Vandaar dat het zo belangrijk is om die fenomenologie, het goed beschrijven van wat patiënten beleven, ervaren, wat ze doen, wat weer... naar de voorgrond halen. Want dat is wel het hart van de psychiatrie, vind ik. Het goed beschrijven, het goed luisteren naar patiënten. En dat bent u ook aan het uitwerken, dacht ja, ik, hè? Ja, we vinden dat zo belangrijk dat we daar een cursus voor gaan organiseren. Een cursus voor artsassistenten in opleiding tot psychiater. Alle artsassistenten in Nederland en in Vlaanderen willen we op die manier gaan benaderen met een cursus via Zoom. Dus ze hoeven de deur niet eens uit. Ze kunnen dan s'avonds om 8 uur, in plaats van naar het journaal, kunnen ze dan naar een uurtje
fenomenologische psychopathologie gaan kijken. Nou, wij vinden, niet alleen ik, maar ook een aantal collega's, dat die fenomenologie is eigenlijk het hart van de psychiatrie. Het goed luisteren naar patiënt, het goed beschrijven van wat beleven ze nou eigenlijk. En daar in je diagnostiek rekening mee houden. Van oudsher is dat een belangrijk onderdeel geweest van de psychiatrie. Het goed beschrijven van de klachten van patiënten. Ik herinner me nog wel, toen ik in Den Oord kwam. Ik werkte toen samen met Harry de Olde. Later directeur daar is geworden. Harry de Olde was een psychiater van de oude stempel. Die kon dus heel goed patiëntenklachten beschrijven. Zijn statussen, die dossiers van patiënten, waren ook heel dik. Uitvoerige beschrijvingen van patiënten. Dus dat, je kon, als je die status van hem las, die dossiers, dan kwamen die patiënten echt tot leven. En dat is natuurlijk goede fenomenologie. Goede beschrijving van patiënten. Nou, deze benaderingswijze is geleidelijk aan verdwenen in de psychiatrie. Waarom? Omdat we een klassificatiesysteem hebben gekregen. De DSM-5 inmiddels. Het begon natuurlijk met de DSM-1 in de jaren 50. Een klassificatiesysteem. Dat wil zeggen dat je dus de klachten van een patiënt, je probeert daar symptomen van te maken. En die symptomen die vallen dan in een bepaald syndroom. Die horen bij een bepaald syndroom. Als iemand bijvoorbeeld somber is, denk ik van, hé, zou die ook slecht eten? Zou die ook slecht slapen? Zou die ook schuldgevoelens hebben? Kortom, er zijn een aantal symptomen die bij elkaar horen. En die vormen dan met elkaar dat samenhangende geheel, een syndroom. En dat noem je dan een depressie. En die depressie als syndroom, als klasse, wordt dan als klasse opgenomen in die DSM. En zo wordt er dus gedacht. Je probeert dus van de klachten van die patiënt zo snel mogelijk in zo'n klasse terecht te komen. Zodat wat de patiënt gemeen heeft met andere patiënten in die klasse. Dus er wordt veel minder goed geluisterd naar wat patiënten eigenlijk beleven. Maar men probeert zo snel mogelijk in een klasse terecht te komen. In een categorie. Depressie of schizofrenie of bipolaire stoornis. Want dan kan je wat gaan doen. Oh, hij heeft een schizofrenie. Dan kunnen we dus met medicatie wat gaan doen. Dus de diagnostiek in de psychiatrie is wat dat betreft dreigt heel erg te verarmen. Er wordt niet minder aandacht besteed aan de verhalen van patiënten, maar men probeert zo snel mogelijk in die DSM-5 terecht te komen. Om te zeggen van, het is dus als het ware de patiënt te etiketteren, als je het negatief wil uitdrukken. En dan heb je iets in handen waarmee je in de behandeling verder kunt. En het probleem is nu ook dat die DSM-5 niet alleen een uitgangspunt is voor de psychiatrische diagnostiek en behandeling, maar ook een rol gaat spelen in de organisatie van de zorg, in de GGZ. Je krijgt op een gegeven moment zorgpaden, zoals dat dan heet. Dat is al een tijdje geleden is dat weer begonnen. Maar die zijn allemaal afgeleid van de DSM. Je hebt een zorgpad depressie. Je hebt een zorgpad persoonlijkheidsstoornissen. Je hebt een zorgpad trauma. Alsof je de psychiatrie alleen kunt opsplitsen in verschillende domeinen. Dus, naar mijn idee, horen al die onderdelen bij elkaar. Kijk, als iemand een depressie heeft en de depressie knapt niet goed op, dan wordt er gezegd van, oh ja, maar dat heeft een beetje te maken met de persoonlijkheid van iemand. Dus dan moet hij naar de afdeling persoonlijkheidsstoornissen. Ik denk van, dan moet hij dus weer naar een andere afdeling. Ik zeg, ja, wat is dat voor flauwekul? Dat moet je dan ook meteen gaan behandelen. Het hoort bij elkaar. De persoonlijkheid en de persoonlijkheidsstoornis en de depressie. Kan je los van elkaar zien. Je kan dat niet gaan opsplitsen in zorgprogramma's.
Dus dan zie je al meteen al een negatief gevolg van die klasseindelingen bij patiënten. Aan de ene kant is het wel belangrijk dat dat gebeurt. Want het denken in termen van klassen is het begin van wetenschap. Nou, als je onderzoek wil doen bij mensen met depressies, moet je eerst weten, wat is een depressie? Hoe ga je dat definiëren? Wat is schizofrenie? Hoe definieer je dat? En dan zit je dus op het niveau van de klasse. Dat is wel een belangrijk, moet er ook iets positiefs over zeggen, een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychiatrie. Voordat die DSM er was, waren er heel veel scholen in de psychiatrie. Je had de psychoanalytische school, je had de antropologische school, je had de biologische school. En die hadden niks met elkaar te maken, die bestreden elkaar ook. En waar die DSM voor heeft gezorgd, is dat men het eens werd over wat is nou een goede omschrijving van een psychose of van een depressie of van angst. Dus we kregen op die manier, door middel van die DSM, een gemeenschappelijke taal. In de psychiatrie. En dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Wil je onderzoek gaan doen. Alleen het nadeel is dat de psychiatrie er opgesplitst raakt in verschillende soorten in de GGZ, verschillende zorgpaden. Dan denk ik van, ja, dat is dan weer een nadeel ervan. Dus met wat dat betreft, de psychiatrie zit ingewikkeld in elkaar. Als je kijkt naar het proces van klachten tot en met de diagnose, dan gebeurt daar begripsmatig een heleboel dingen die ingewikkeld zijn. Waar het misschien ook nog goed is om op te wijzen, is dat een klassificatie aan de DSM niet hetzelfde is als een diagnose van een patiënt. Een klasse geeft alleen maar een etiket aan. Schizofreen, depressie. Terwijl een diagnose een soort samenvatting is van wat er met de patiënt aan de hand is. Biologisch, psychologisch en sociaal. En daarbij wordt ook de vraag gesteld, hoe is het mogelijk dat met deze patiënt, met deze levensgeschiedenis, met deze psychiatrische voorgeschiedenis, met deze lichamelijke constitutie, met deze sociale omstandigheden, op dit moment dit syndroom heeft gekregen? Dat is een hele ingewikkelde vraag, maar waar je wel een antwoord op moet geven. Nou, dat is een complexe vraag met een complex antwoord. En dat is een diagnose. Dat is heel veel meer dan alleen maar een etiket plakken. Dankjewel, Frits.